Theo de Rooij viert een jubileum. Hij is inmiddels 10 jaar actief als dagelijkse molenaar in Schiedam. 10 jaar geleden kwam ik in dienst om het maalbedrijf opnieuw in leven te brengen. Op dat moment was er hier amper nog graan of meel te vinden in de molen. Terwijl er wel een goede productiemolen stond. En 15 jaar geleden ben ik hier op vrijwillige basis een keer op bezoek gegaan. En daarna al vrij snel hier gewoon elke week samen met de toenmalige vrijwillig molenaar Bas hier aan de slag gegaan op de molen. Toen zijn we ook weer wat op vrijwillige basis gaan malen voor wat andere molens in de regio. En 10 jaar geleden dan echt in dienst gekomen voor het maalbedrijf opnieuw in leven te brengen. Wat ik het meest trots op ben is dat de molen weer opnieuw in leven is gebracht. Deze molen die is gebouwd in 1785. Bijna altijd in gebruik geweest. En zeker vanaf de jaren 70 is die molen weer opnieuw in bedrijf gekomen. En toen heeft de molen echt aan het begin gestaan van een opnieuw een bloeiperiode voor ambachtelijke windmolens. Molenmeel was immens populair. Dus binnen de kortste keren was dit echt een groot bedrijf en werkte hier 5 molenaars fulltime. Dat is in de loop der jaren werd dat weer steeds minder helaas. En in 2000 moest de molen stoppen met zijn werkzaamheden. Toen was er in principe geen werk meer voor de molenaars. En ja, inmiddels werken we hier weer gewoon fulltime heel de week. Maar zelfs nog een aantal dagen met meerdere mensen. Hoe ziet u de toekomst van het molenaarsvak? Dat zie ik misschien een beetje somber in, omdat je ziet dat steeds minder jonge lui geïnteresseerd zijn voor het molenaarsambacht. In Schiedam mogen we er overigens nog niet over klagen, want we hebben zelfs jongens van 15 en 16 op de molens meedraaien, die ook zeker in de toekomst in het vak willen rollen. Maar landelijk gezien zie je wel dat de leeftijd steeds hoger wordt, dat mensen de molenaarsopleiding gaan doen en de tijd dat ze dan echt zelfstandig met de molen draaien en dat ze dus echt volledig zo'n molen en de kennis van de molen en van het weer, want uiteindelijk is dat het belangrijkste, onder de knie hebben om dat ook weer door te kunnen geven aan de volgende generatie. Dat zie je dat dat wel wat lastiger wordt. Daarnaast zijn er nog een paar gevaren die van buitenaf schuilen. Dat is dat de hygiëne-eisen worden steeds strenger. Kijk, wij zijn een gebouw uit 1785. De Vrijheid is ook nog de meest originele molen die we hebben. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op, maar ook heel zuinig op. Maar het moet door de hygiëne-eisen natuurlijk wel mogelijk kunnen blijven om in de toekomst met molens meel te mogen en te kunnen fabriceren. Dus dat wordt wat lastiger. En daarnaast zie je ook dat molenbiotoop, dus dat is de omgeving van de molens, dat ook op heel veel plekken een gevaar dreigt voor de toekomst. We hebben te maken met hoge gebouwen, flats die ze willen bouwen, maar daarnaast ook met bomen. Nou, dat ligt best wel gevoelig, weet ik, in Schiedam. Maar goed, ook de molens, ondanks dat het de hoogste molens ter wereld zijn, krijgen steeds meer last van bomen. Dus die houden de wind weg, verstoren de wind, waardoor de molens minder optimaal kunnen draaien. Dus dat zijn wel wat gevaren voor de toekomst. Ja. Wat ik heel mooi vind, is dat je dus met zo'n oud gebouw nog steeds iets kan fabriceren waar bakkers of thuisbakkers of wie dan ook weer de meest mooie en lekkere producten van kunnen maken. Dus dat vind ik heel bijzonder. En daarnaast dat het meel ook voor heel diverse doeleinden wordt gebruikt. Dus de pellet die bijvoorbeeld hier staat, die gaat weer naar een pastafabriek in België. We malen daarnaast natuurlijk voor de jeneverstokerijen, waar de molens uiteindelijk voor gebouwd zijn. Dat vind ik heel bijzonder. Maar ook de allochtone handel, dus het gaat echt door heel Nederland, gaat het meel heen. En dat vind ik wel heel leuk, dat je dus met zo'n oer-Hollandse molen voor de multiculturele samenleving kan malen. Ja.